Zonsopgang in Iten, in het hart van Kenia. De eerste atleten zijn hun schijnbaar oneindige tocht al begonnen. Het dorp is populair vanwege zijn hoogte, zo'n 2400 meter boven zeespiegel. Een groep atleten koelt hier even af. What's so nice about Iten? Because of the high altitude and the training is very hard. When the altitude is high, oxygen is low. So it is good for training. Atleten van hier zijn internationale prijswinnaars. Zoals de 20-jarige Asbel Kibruto, die als tweede eindigt op de 1500 meter in Beijing, maar toch nog goud kreeg omdat winnaar Rashid Ramzi werd afgekeurd op doping. Well, I was not a little bit excited because I had got information before and everybody knew that Rashid Ramzi had used the result during the 2008 Olympic Games. Afhankelijk van het seizoen trainen in Iten zo'n 2000 atleten op een bevolking van 4000. En dat blijft niet zonder gevolg op de lokale economie. De straathandel bloeit, zoals van atleten die tweedehands sportschoenen kopen. Er duiken nu ook luxe hotels op in Iten. Maar niet iedereen is blij met deze ontwikkeling. Zoals de chauffeurs van het openbaar vervoer, die klagen dat ze geen stap meer vooruit komen. They come as a group. You are forced to slow down and sometimes we give them way. But the problem is our roads are very narrow. Gezien het succes van de atleten is het waarschijnlijk dat er meer komen. De burgemeester wil daarom het aantal trainingskampen beperken. And these camps will be paying a certain fee to the council. And we will not allow more. Het geld wordt gebruikt voor het markeren van trainingsroutes en het opknappen van het atletiekstadion. En dat alles om de atleten vooruit te duwen in hun tocht naar een ander leven.